allemaal. Het is vandaag moment 20 december en dat betekent dat het dinsdag is en dat het weer een nieuwe vlogdag is. Dit wordt gepost op 28 december. Dat was mijn moederjarig. Ja, als jullie dit kijken is mijn moederjarig, jongens. Het is nu 9:30 en over een half uurtje moet ik op school zijn. Ik heb me net opgemaakt en me aangekleed. En zoals je kunt zien, zoals je kunt horen, ben ik een beetje verkouden. En mijn keel met slikken, dat is echt super irritant. Ook gewoon rauw dat in één dag kan komen. Vanmorgen of gisteren had ik echt nergens last van. Ofwel. In ieder geval. En vandaag dus wel. En dat is echt super irritant. Maar goed, ik pak even mijn tas bij elkaar. Woe! Ik ben weer thuis, jongens. Ik ben al 3 kwartier thuis. 3 kwartier uit, bedoel ik. Jongens, ik doe het via YouTube. Het is veel makkelijker. Bruh. Op die we. Who are you? Alsjeblieft niet. Jury, doe even leuke muziek. Ik ga even drinken pakken. Ik ben buiten adem van de trap. We gaan tosties eten. Yummy. Hebben we er zin in? Uiteraard. Uiteraard. Yes, tosties. Rolletjes. Jongens, ik ben nu in studeermodus. Het komt. Wat is het nou? Oh my god. Ik zie hier lampjes achter mij. Ik denk dat het lijkt op een hijskraan. Als ik kijk, blijkt dit de tuin van de buren te zijn. Met hun huis met lichtjes. Oh my god. Ik ben sowieso afgeleid. Ik haat mezelf. Maar kijk dit. Oh my god. Ik ben nu aan het leren. Het is 9:50 en ik heb net 2 afleveringen van Gilmore Girls gekeken met mijn moeder. En Sasha, als je dit kijkt, mijn lieve, lieve zus. Ik weet dat ik al zoveel van je heb afgepakt. Je kamer. En nog veel meer. Maar weet je, ik had zo weinig licht op deze kamer. Dat ik ook even je lamp heb gepakt. Want ik had zo weinig licht en ik dacht... Hoe perfect is het nou om even de lamp van je zus te pakken? Ik heb hier ook nog deze lamp staan. Lekker met kerstbellen. Dat vond ik erg leuk. Maar Sas, ik heb ook even... Kijk, je lamp gepakt. Ik geef hem even een shout-out. Want hij is superleuk. En, maar ik had hem gewoon heel... Ik had hem gewoon heel even nodig. En omdat je nog niet thuis bent en je komt donderdag pas thuis... Dacht ik dat ik hem wel even kon lenen. Ik hou wel van je, Sas. Maar even serieus, ik ga nu echt even Engels leren, want ik heb donderdag mijn toets. Ik heb vandaag gewoon oh, dit werkt niet. Moment. Ik heb vandaag ook bio gehad en kijk, deze plukjes, echt super, super leuk. Ik heb vandaag bio toets. Ik heb vandaag ook bio toets gehad, die ging eigenlijk heel erg goed. En ik krijg morgen al mijn cijfer, dat is echt super chill, want het was een meerkeuzetoets. Dus dat is super snel nagekeken, maar nu ga ik lekker Engels leren. Want ik heb donderdag economie en Engels. En ik moet voor Engels 122 woorden leren. En ik ga zo beginnen. Let's go! Ik zet jullie even neer, kunnen jullie meegenieten. Het is geloof ik wel een beetje rotzooi in mijn kamer, maar daar moeten jullie maar even niet op letten. Jullie zien toch alleen maar dit. Ik ben klaar met Engels voor vandaag, denk ik. Kan ik nog niet, maar ik dacht misschien is het voor jullie niet meer zo interessant aan het worden, omdat ik zo lang aan het schrijven ben. Mijn vingers doen nu al pijn.
En ik wil je nog even iets heel leuks laten zien. Ik heb namelijk van mijn moeder hele leuke kerstsokken gekregen. En die ga ik jullie nu even laten zien. Kijk nou wel leuk. Jongens, ik draai even het scherm om zodat jullie ze rechtop kunnen zien. Want ik heb geen zin om de camera zelf te draaien. Maar kijk nou wat een leuke pinguïns met kerstdingetjes. Kijk nou wel leuk. Het weer omgedraaid. En daar ben ik. Ik moet ook echt naar mijn kamer op gaan ruimen. Maar ik vind het gewoon lastig. Ik kan het gewoon niet. Ik kan gewoon mijn kamer op geen één manier netjes houden. Ook alle hoekjes, want ik pleur altijd al mijn troep op de vensterbank en in die kastjes en zo. Dus dat moet ik ook echt niet meer gaan doen. Onder mijn bed ligt veel troep. In mijn kastjes ligt veel troep. In mijn kast zelf ligt ook veel troep. Zo, dat ziet er al een stuk beter uit. Dus als jullie tips hebben, als jullie kamer ook altijd één grote zooi is, laat het me even weten. Dan kan ik er misschien wat van leren. Want ik wil echt dat mijn kamer gewoon netjes is een keer. Is het nooit. Behalve één keer in de 2 weken. Want dan moet ik het opruimen voor de schoonmaakster. Maar dat is ook echt één keer in de 2 weken. De dag daarna is het weer gewoon drama. Ik snap het gewoon niet. Vandaag was het zo'n saaie vlog. Maar ik wil je vertellen. De vlog van donderdag wordt super leuk, want ik ga naar het kerstgala. En het kerstgala wordt gewoon gezellig, denk ik. Ik heb mijn jurkje ook al gekocht. Ik heb geen schoenen nog. Of wel? Niet dat ik weet, nee. En ik heb ook niet echt per se leuke sieraden. Het is weer tijd om lekker mijn bed in te gaan duiken. Ik vond het een gezellige dag. Een beetje saai, niet zo heel veel gedaan, maar toch. Beetje productief geweest. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en doe even een duimpje omhoog. Ik zou het super leuk vinden als jullie hier een reacties achterlaten welke vlog jullie tot nu toe het leukste vinden. Ja, dat vind ik super leuk als jullie dat doen. En dan zie ik jullie allemaal morgen weer. Doei!